bij AFAS. Kom, kom mee naar binnen. Dan kan ik je met een lekkere koffie alles uitleggen over de start van een nieuw avontuur bij AFAS. Zo, ik ben Barbara, consultancy manager bij AFAS. Allereerst wil ik jullie verwelkomen in de AFAS-familie. Het sales traject is afgerond en we kunnen nu starten met het implementeren van jullie processen. Nu, dit gaan we samen doen met een projectleider van AFAS en een aantal consultants van AFAS. Vooraleer dat we daaraan beginnen, wil ik jullie graag meenemen in een aantal belangrijke zaken rondom het project. En wie kan dat als geen ander uitleggen? Een projectleider natuurlijk. Gaan we er eentje samen zoeken? Sam! Ja? Kom, we gaan eraan beginnen. Hallo, ik ben Sam, projectleider bij AFAS en vandaag ga ik jullie wat meer toelichting geven over de projectaanpak. Net zoals Barbara vertelt, zijn er een aantal belangrijke zaken voordat we kunnen starten aan de implementatie. Dus luister aandacht. Vanaf hier neem ik jullie mee naar ons klantenportaal. Jullie hebben vanuit AFAS een e-mailbericht ontvangen met jullie gebruikersnaam op, zodat jullie kunnen inloggen via de URL klant.afas.be. Wanneer jullie zijn ingelogd, komen jullie op deze pagina terecht. Ik ga de belangrijkste zaken van deze pagina toelichten en we starten onder mijn gegevens met de organisatiegegevens. Belangrijk hierbij zijn de contactpersonen. De contactpersonen zijn de mensen die straks ook betrokken worden bij de implementatie en die bijvoorbeeld ook projecttaken moeten gaan uitvoeren. Jullie kunnen nu al de contactpersonen toevoegen die straks gaan betrokken worden bij het project. Dit kan je doen door hieronderaan op nieuwe contactpersoon te klikken. Daarnaast zie je het abonnement staan. Jullie kunnen jullie eigen abonnement zelf gaan beheren. Jullie hebben een aantal licenties bij ons afgenomen. Stel dat jullie in de toekomst nieuwe licenties nodig hebben, dan kan je hier het aantal zelf gaan opvoeren. Daarnaast hebben we een aantal inspiratiepagina's waarin dat we een bepaalde visie geven op iets of waarin dat jullie zelf eens kunnen gaan klikken om te gaan kijken hoe dat jullie eigen inrichting verder gaan kunnen optimaliseren. Onder het product vind je alles wat te maken heeft met profit. Bijvoorbeeld onze release notes van een nieuwe update. Ons updatebeleid kent 3 updates op een jaar. We starten in mei, juni met een grote release met de nieuwe functionaliteiten. In september, oktober doen we hier nog een verdere release op. Dus dat wil zeggen, functionaliteiten die bijvoorbeeld niet helemaal klaar waren in mei of juni, die worden dan uitgeleverd. Zo zijn er ook bijvoorbeeld een aantal bugfixes die we doen. En rond de jaarwisseling hebben we een derde update. Dat is een legal update voor bijvoorbeeld zaken die in de BTW-inrichting aangepast zouden zijn. Voor nu zijn onze diensten het belangrijkste. We starten met customer support, dat is onder helpdesk. In principe komen jullie hier pas mee in aanraking eens dat jullie live zijn, maar zij gaan jullie verder helpen bij bijvoorbeeld gebruikersvragen of bij foutmeldingen waar jullie eventueel zouden tegenaan lopen. Daar kom ik zeker nog op terug in een latere fase. Customer service ligt in het verlengde hiervan. Customer service ondersteunt onze bestaande klanten bij nieuwe inrichting. Jullie hebben aan de voorkant een hele implementatie gedaan. Jullie gaan zelf verder optimaliseren, daaruit kunnen vragen voortkomen en customer service gaat jullie hierbij helpen. Belangrijk, of het belangrijkste voor nu, is het project natuurlijk. Op deze projectpagina komt onze Simpler tool naar voren. Simpler is een tool die we gebruiken gedurende de hele implementatie om de voortgang van het project bij te houden. Wat we gaan doen is, we hebben het scope, of de scope, die gaan we opdelen in verschillende inrichtingstaken. Deze inrichtingstaken doorlopen deze 5 fases, dus van analyse tot livegang naar nazorg, en is een tool die we iedere dag gaan gebruiken. Per taak kunnen jullie gaan loggen wat de voortgang is, welke besluiten dat er genomen zijn en wat het huiswerk is voor de volgende keer. Het is een tool die we samen gaan beheren, dus zowel de consultants als jullie gaan hierin de voortgang moeten boeken. En uiteindelijk is het de bedoeling dat straks alles in het vakje gereed komt te staan of eventueel kan doorgezet worden naar nazorg. Hoe dat we dat gaan doen, gaan we in de volgende pagina bespreken, onze projectaanpak. AFAS ontwikkelde een eigen visie op de projectaanpak. Deze visie hebben we weergegeven in deze mooie plaat
En we starten in de AFAS-hut. De AFAS-hut stelt jullie huidige situatie voor waarin dat er nog heel wat optimalisatiekansen zitten. Deze plaat toont meteen ook het grootste risico, namelijk dat er aan het einde van de implementatie een volledig droomkasteel gaat staan. Nu, we gaan in de eerste fase gaan we toewerken naar een solide basis, de AFAS Villa. Daarin gaan we de primaire processen gaan automatiseren en nadien kan er steeds toegewerkt worden naar dat AFAS droomkasteel en kunnen ook de andere processen geoptimaliseerd worden. Naast een duidelijke visie hebben we een goed projectteam nodig. Dat projectteam bestaat uit verschillende rollen. We hebben een projectleider bij AFAS en we hebben een projectleider langs klantzijde nodig. De projectleider langs klantzijde heeft een aantal verantwoordelijkheden. Zo zal hij of zij het project gedurende de implementatie intern opvolgen. Zal hij of zij ervoor moeten zorgen dat de projectleden hun taken gaan oppakken en dat de voortgang continu wordt bijgewerkt in de Simpler. Daarnaast hebben we een aantal expertrollen nodig. Dus personen die input kunnen leveren tijdens de analysefase over bijvoorbeeld de boekhouding of over de inkoop- en verkoopprocessen. Maar het zijn ook de personen die tijdens de implementatie betrokken gaan worden om bepaalde inrichtingstaken uit te voeren. Jullie kunnen alvast nadenken over deze rollen en we bespreken dit verder tijdens de projectintake. We delen onze projecten op in verschillende fases. Deze fases ga ik in detail doorspreken met jullie. We starten met de analysefase. In de analysefase starten we met de projectkick-off. De projectkick-off is iets dat jullie intern moeten organiseren om de organisatie op de hoogte te brengen dat we gaan starten met de implementatie en kunnen jullie ook toelichten wat die implementatie zal inhouden. Daarna starten we met de workshops. In de workshops gaan jullie samen met onze senior consultant de scope gaan bepalen. Dus echt in de diepte gaan van de processen en gaan beschrijven hoe dat bepaalde processen gaan verlopen. Uit deze analyses volgt dan een scope document en dit scope document zal de leidraad zijn voor de consultant om straks de implementatie te gaan doen. Tegelijkertijd kunnen jullie starten met het opleiden van de key users. We bieden een aantal opleidingen aan. Deze gaan we ook nog verder bespreken tijdens onze projectintake. Als deze zaken allemaal in orde zijn, dan kunnen we starten met de effectieve implementatie en dus de realisatiefase. We starten hierbij met de basisinrichting en het opladen van de stamdata en gaan zo verder om telkens de juiste processen te gaan inrichten. Binnen deze fase gaat er ook functioneel getest worden. En op een gegeven moment zijn alle zaken ingericht en gaan we de inrichting bevriezen om over te gaan naar acceptatiefase. In de acceptatiefase gaan we het projectteam uitbreiden met andere teamleden, zodat zij ook kunnen gaan testen. Dan gaan we echt ketentesten gaan doorvoeren, bijvoorbeeld van offerte tot factuur en van factuur tot betaling. En kan er ook weer feedback komen vanuit de organisatie om deze inrichting nog te gaan optimaliseren. We noemen dit ook acceptatie, omdat het geaccepteerd moet worden door de organisatie. Als de acceptatiefase klaar is en de processen zijn goedgekeurd en goed bevonden, dan kunnen we live gaan. Tijd voor een feestje dus. Tijdens de livegang zijn er ook een aantal zaken die moeten gebeuren. Bijvoorbeeld het opladen van de beginvoorraad, het opladen van de openstaande posten, klanten, leveranciers en de beginbalans. Dit is niet iets dat we al op voorhand kunnen doen, maar dat tijdens de livegang moet gaan gebeuren. Na de livegang gaan we het project ook officieel opleveren en kan er ook gekeken worden naar de nazorgfase. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er zaken nog naar boven komen die misschien niet goed genoeg getest zijn geweest of dat er al bepaalde optimalisaties zijn die jullie willen. En zo kunnen we dan gaan bespreken hoe dat we die zaken gaan aanpakken en gaan we ook toelichten wie dat nu het volgende aanspreekpunt zal zijn. Bijvoorbeeld support of service management. Ik had het zo net over het opleiden van de key users en de projectleider. Het is ontzettend belangrijk dat deze personen aan de start van de implementatie een bepaalde basiskennis hebben, zodat ze in een latere fase samen met de consultant kunnen nadenken over de inrichting van profit en kunnen ondersteunen bij de implementatie. Jullie kunnen alvast inschrijven voor de startcursus op het klantenportaal en we bespreken dit zeker nog verder tijdens de projectintake. Uit onze ervaring hebben we veel geleerd over de beleving tijdens de implementatie. Ik ga dit verder toelichten aan de hand van de volgende afbeelding. We
We starten vooraan aan de grafiek en hopelijk zijn jullie enthousiast om te starten, alleszins wij zijn dat toch, om ja, die implementatie in gang te zetten. Nu weten we dat er tijdens de implementatie wel eens een deuk kan komen in dat enthousiasme. Bijvoorbeeld bij het opschonen van de data. Jullie werken al een aantal jaar bijvoorbeeld met verschillende Excels waarin klantdata staat. Al die data moet opgeschoond worden en dat kan misschien wel meer werk zijn dan verwacht. Weet dat als jullie in zo'n diepje zitten, jullie altijd contact kunnen opnemen met ons om te kijken hoe dat we daarin kunnen ondersteunen. We willen niet dat jullie blijven zitten met een bepaald gevoel. We willen jullie echt verder helpen, zodat we er samen een succes van kunnen maken. Het moet voor iedereen een leuke ervaring zijn. Dus als we ergens mee kunnen helpen, twijfel dan niet om de projectleider of de consultant aan te spreken, zodat we jullie terug op een hoogtepunt kunnen zetten. Gaandeweg zullen er ups en downs zijn tijdens de implementatie. Hiervan zijn we op de hoogte, maar weet dat het de bedoeling is dat we er samen een succes van gaan maken. Voor we kunnen starten met de implementatie zijn er nog een aantal belangrijke zaken die ik wil toelichten. Zo werken we met het train-the-trainer-principe. Het is de bedoeling dat de consultant zoveel mogelijk kennis gaat overbrengen, dat jullie zelf de tool gaan kunnen beheren, zodat jullie in een latere fase ook jullie eigen gebruikers gaan kunnen opleiden. En dus bij ons zit de kracht echt in het overbrengen van kennis van de software. Dit alles doen we via Simpler, één centraal punt waar we de dag mee gaan opstarten en de dag mee gaan eindigen. Tijdens de dag gaan we de voortgang in de reacties bij de nodige projecttaken loggen. En kan er op het einde van de dag de taken verdeeld worden, zodat het huiswerk tussen twee consultancydagen opgepakt kan worden. We werken deels online, deels bij jullie. We zeggen eigenlijk op de sleutelmomenten zijn we bij jullie aanwezig, maar er zijn gewoon ook zaken die we perfect van op afstand kunnen doen. Bijvoorbeeld het importeren van data, daarvoor hoeven we niet per se tot bij jullie te komen, maar kunnen we gemakkelijk van op kantoor doen. De consultant zal jullie een invite sturen, zodat er via Teams een consultancy-sessie kan doorgaan. Het voordeel van via Teams te werken is dat de sessies ook opgenomen kunnen worden, zodat jullie die nadien kunnen herbekijken en ook voor opleidingsdoeleinden kunnen gaan gebruiken. De factor 1 op 3 is in mijn ogen de belangrijkste. Dit wil zeggen dat er naast een consultancy-dag ook nog 3 dagen werk vanuit het projectteam wordt verwacht. Dat kan gaan over het oppakken van huiswerk, bijvoorbeeld het opladen van data, het vullen van lijsten, opstellen van rapporten, vooral testen ook, een hele belangrijke. Dus reserveer voldoende tijd in jullie agenda's om deze zaken te gaan doen. We weten uit ervaring dat wanneer het huiswerk niet goed wordt opgepakt, dit een invloed kan hebben op het budget en op de planning. Communicatie en aanspreekpunt. De projectleider van AFAS is het aanspreekpunt over het project heen. Als het over de inhoud gaat van het project, zal de consultant jullie eerste aanspreekpunt zijn. Nu is de consultant, als hij niet bezig is voor jullie, voor andere klanten bezig en kan hij niet altijd op zijn mails antwoorden. Het is daarom belangrijk als jullie tussen 2 consultancydagen in vragen hebben over de inrichting, dat deze vragen gelogd worden in Simpler, zodat jullie die vragen in een volgende consultancydag gezamenlijk kunnen opnemen. Daarnaast hebben we AFAS Support. AFAS Support komt eigenlijk pas aan bod wanneer jullie effectief live zijn en wanneer dat er een oplevering heeft plaatsgevonden. Nu kan het zijn dat er in uitzonderlijke cases een incident moet ingestuurd worden bij de helpdesk van AFAS, maar dit gebeurt steeds in samenspraak met de consultant, zodat iedereen op de hoogte is dat er nog iets speelt bij Support. Onder het mom van goede vrienden, goede afspraken zijn er een aantal zaken die je van ons kan verwachten en ook die wij van jullie gaan verwachten. Ik ga er met jullie even doorgaan. Wat kan je van ons verwachten? We gaan jullie aan de hand nemen waar nodig en dus Profit leren kennen. Daar juist ook al toegelicht, het is belangrijk dat jullie de software leren kennen, zodat jullie later ook de software kunnen gaan beheren. De kennis loopt niet met de consultant naar buiten. Het is de bedoeling dat jullie tijdens de implementatie de processen goed gaan documenteren, dat jullie Profit gaan leren kennen, zodat jullie daar ook weer op kunnen terugvallen. We leveren een hoogwaardige standaardomgeving aan.
Dus we werken vanuit een bepaalde template. In die template zitten bijvoorbeeld al de meest gangbare dagboeken, alle Belgische BTW-codes, daar zitten een aantal standaardrapporten in. En deze template gebruiken we als basis om jullie processen te gaan inrichten. We hebben jarenlange ervaring en dus best practice ervaring. Samen met de senior consultant gaan jullie de scope gaan bepalen en hij gaat jullie bestaande processen ook wel eens in vraag stellen. Dus kijken van hoe doen andere klanten dat en waarom doen jullie bepaalde zaken al zo. Dus zodat we een meest optimale proces voor jullie kunnen gaan inrichten. Je krijgt inzaken via de klantportal en in alle projectgerelateerde zaken. Dat kan via Simpler zijn, maar ook de algemene zaken zoals de organisatiegegevens, de abonnementsgegevens. Al die zaken zijn terug te vinden op ons klantenportaal. Je hebt makkelijk toegang tot uitleg over de functionaliteiten. We hebben een heel uitgebreide helppagina. Deze pagina gaan jullie tijdens en na de implementatie gebruiken om zaken op te zoeken. En daarin staat heel uitgebreid uitgelegd hoe je bepaalde zaken kan uitvoeren of hoe je bepaalde zaken kan inrichten. We hebben een adviesrol in overleggen in stuurgroepen en projectgroepen. Dus zoals aangegeven zullen we op regelmatige basis een projectopvolgmeeting inplannen om de voortgang van het project te bespreken. En dan zijn er een aantal zaken die we van jullie verwachten. Het belangrijkste is het opstellen van een goed projectteam. Dit heb ik eerder al toegelicht en hier gaan we ook nog verder mee aan de slag tijdens de projectintake. De keuze voor AFAS is ook een keuze voor standaarden. We zijn een standaard pakket waarin geen maatwerk mogelijk is, maar binnen de standaard gaan we wel jullie processen afstemmen zodat jullie met een optimaal proces aan de slag kunnen gaan. Tussen twee consultancydagen in is het ook belangrijk dat jullie de voortgang in Simpler bijhouden, zodat er nadien ook gekeken kan worden van ja, wat is er nu juist gebeurd, wat is de status van het huiswerk, zodat iedereen op de hoogte is van ja, de vorderingen van het project. Jullie benoemen de risico's en inclusief de tegenmaatregelen en we leggen die dan ook vast in een besluit in Simpler. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een bepaald projectteam ziek valt. Dat kan dan invloed hebben op de verdere implementatie. Dus breng ons daar zeker van op de hoogte, zodat we ook bijvoorbeeld de planning kunnen gaan aanpassen. Het uitvoeren van de acceptatietesten. Dit is in mijn ogen het belangrijkste punt tijdens de implementatie. Als er niet goed getest wordt, gaan we niet succesvol live kunnen gaan. Dus testen is echt essentieel om live te kunnen gaan en succesvol live te kunnen gaan met de implementatie. Neem dit dus serieus op en trek hier ook voldoende tijd voor uit. Dan zijn er een aantal zaken die we samen gaan doen. Het uitvoeren van de benodigde inrichting. Dus samen met de consultant de consultancydag starten, de juiste instellingen doen en aan het einde van de dag de consultancydag afsluiten via Simpler en het huiswerk uitzetten voor het projectteam. Het bijwerken van de voortgang in Simpler, dus acties vastleggen, de gedane inrichting vastleggen. Het bewaken van de voortgang en de planning bespreekbaar maken van eventuele issues. Dat zal iets zijn dat op projectniveau gebeurt, dus samen met de projectmanager van AFAS en de projectmanager van de klant. Insturen en bewaken van incidenten bij onvolkomenheden in de software. Niet alle functionaliteiten bestaan in profit. Het kan zijn dat er tijdens de implementatie of nadien een bepaalde wens voortkomt vanuit de klant. Deze wens kunnen we loggen op het klantenportaal en wordt dan door product development bekeken of dat een nuttige toevoeging zou kunnen zijn aan onze software. Aan het einde van het project is het tijd om feest te vieren, om het harde werk te belonen. Dit doen we met een hapje en een drankje. Voor mij is het ook even tijd om iets te gaan drinken en we zien jullie tijdens de projectintake. Ah, Sam. En, klant goed gebriefd? Ja hoor. Kunnen we ermee starten? Tuurlijk. Zo, beste klant. Jullie en wij zijn er klaar voor en we kunnen starten aan de implementatie. Alles wat Sam heeft verteld, kunnen jullie terugvinden op klant.afas.be onder projecten. Neem het zeker nog eens door voordat de projectintake doorgaat. Ik wens jullie enorm veel plezier tijdens het implementeren van jullie processen en tot heel binnenkort.